Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de Europese wedstrijden en natuurlijk ook in speelronde 3 van de Eredivisie die niet helemaal gespeeld werd. In de Europese wedstrijden speelde Rangers thuis tegen PSV, dat werd 2-2. Een redelijk goede uitgangspositie voor PSV. Fiorentina tegen FC Twente werd 2-1. Kan FC Twente eventueel nog wat van maken thuis? En AZ won met 4-0 van Gil Vicente. En dat kunnen we toch wel zeggen dat dat wel zo'n beetje gespeeld is. Dit waren de uitslagen van een gehavende Eredivisie-wedstrijd. Want er zijn namelijk drie wedstrijden niet doorgegaan. Die zijn verplaatst naar over anderhalve week, geloof ik. Vitesse moest thuis tegen Heerenveen, daar werd 0-4. Fortuna Cambuur werd 1-4. FC Emmen tegen FC Utrecht werd 3-2. Groningen tegen Go Ahead Eagles werd 1-0. RKC tegen Feyenoord werd 0-1. En Sparta Ajax werd ook 0-1. Dan is op dit moment de ranglijst met natuurlijk 6 teams die niet alle wedstrijden heeft gespeeld. Ajax bovenaan met 9 punten, dan Feyenoord met 7. PSV, Excelsior, FC Twente en AZ hebben 6 punten. Heerenveen heeft 5 punten, die zat op de 7e plek. Cambuur, Emmen en Groningen hebben 4 punten. NEC heeft 3 punten. FC Utrecht en RKC hebben 2 punten. Volendam en Sparta hebben 1 punt. En Go Ahead Eagles, Fortuna en Vitesse staan onderaan met 0 punten. Dan is op dit moment de voorspellers top 8 het volgende. Jurgen staat nu bovenaan met 26 punten. Dan komt Oes de verslaggever die een hele goede sprint heeft gemaakt met 24 punten. Thijs en Martin staan derde met 23 punten. En dan heb je Trapidoor, Joey, Dylan en Mark met 22 punten. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. En de weekwinnaar was deze keer de RKC-fan Oes de verslaggever. Gefeliciteerd! Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen. We gaan weer Europese wedstrijden voorspellen, namelijk PSV Rangers, FC Twente Fiorentina en Gil Vicente tegen AZ. Probeer ze in deze volgorde ook op te zetten, dat is bij de Eredivisie wedstrijden nog belangrijker. Want dan kan ik ook veel minder fouten maken in het nakijken. Dus als iedereen het wil opnoemen van boven naar beneden, zoals ik het zo meteen ook voorlees, dan komt het helemaal goed. We hebben namelijk de wedstrijden aankomend weekend. NEC tegen FC Groningen, Go Ahead Eagles tegen Sparta, Vitesse en Arnhem tegen RKC, Feyenoord ontvangt FC Emmen, Heerenveen moet thuis tegen Fortuna, FC Utrecht moet thuis tegen Ajax. We hebben Excelsior PSV, Volendam thuis tegen FC Twente en Cambuur neemt het op tegen AZ. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel erg bij de volgende aflevering van de Eredivisie voorspellen. Adios amigos!